harte welkom. Ja, dankjewel. Hoe gaat het met je? Je straalt, dus ik denk goed. Het gaat goed, ja. Ja? Het gaat eigenlijk wel goed. Ik mag niet klagen. Nee. En over 6 weken nog een... Ja, dat zien de mensen niet onder de tafel. Nee, dat zien maar niet. Maar daar zit een, inderdaad een buik in wording. Een tweede opkomst. Een tweede opkomst, ja. Jongetje, dus meisje? Of ik weet het niet. Nee? Het is een verrassing. Bewuste keuze? Ja. Oké, ja. Heb je ook bij de eerste zo gedaan? Josje was ook een verrassing en... Ik wilde dat moment om dat babytje in de hand te krijgen en het maakt gewoon niet uit wat er tussen de beentjes zit. Nee, dat wilde ik nog een keer ervaren. Oké, kijk eens aan. Heb je dat met, puur met baby's of heb je dat met veel dingen in het leven wel van ja, ik hoef niet alles vooraf te weten. Wil je toch liever in de hand hebben, sommige dingen, ondernemerschap of dat je zegt nou, ik heb toch liever dat ik het stuur vast heb. Ik zit wel graag achter het stuur. Ja. Ja. Maar goed, met een zwangerschap, je zit je ook achter het stuur, hè? Want je voelt, maar je weet alleen niet wat, zeg maar. Nee. Je voelt een babytje, maar je weet niet wat. Als ik dan kijk naar het ondernemerschap, dan zit ik wel graag achter het stuur. Is dat altijd gelukt de afgelopen 5,5 jaar? 5,5? Ja, we zitten nu 5,5, 6 jaar. Met, daarvoor zitten we in de serie samen. Ja. Ik ben mezelf daarin ook wel een stukje tegengekomen, want ik heb ook wel moeten leren loslaten en durven vertrouwen op andermans kwaliteiten. Okay. Want, daar heb je het ook over, 5,5, 6 jaar geleden, onderneemster, restaurant bij Zonder, Sint-Pieter in een week. En het laten loslaten aan anderen ook, dat je niet 7 op 7 in je zaak kunt zijn. Of wat bedoel je daar concreet? Als ik terugkijk naar de eerste 3 jaar van Bijzonder, zat ik vooral wel op de millimeter. Ja. Ik heb wel eens gezegd, ik heb mijn excuses aangeboden naar mijn allereerste medewerker, jaren later. De stoel moest zo staan, het glaasje moest zo staan. Ja, dat, maar ook hoeveel vroeg ik van één functie. Dus wat verwachtte ik van die medewerker, bediening of van die kok? Ja. Terwijl 8 jaar later, zeg maar op het einde, had ik voor elke verantwoordelijkheid iemand een ander persoontje staan, precies. Dus dat vooral. Dus dat is ook leren loslaten. En dat is ook leren, überhaupt gaandeweg, dat je er letterlijk geld voor vrij mag maken, kan maken. Ja. Zelf een stapje terug kan doen, waardoor je dus ook thuis wat meer rust creëert om weer nieuwe keuzes te maken. Ja. Die keuzes heb je de afgelopen jaren ook gemaakt, in die zin van dat je op een gegeven moment, in welk jaar was dat, het gevoel had van ik ga restaurant Bijzonder verkopen. Net voor corona. Was dat net voor corona dat moment? Ja. Ja. Ik had de afspraak met de makelaar staan op 17 maart. Mm-hmm. En 15 maart moesten wij dicht. Zo. Ja, dus dat was heel confronterend. Dus corona had op zich geen invloed op de keuze? Nee, ik had het eerste telefonische gesprek in december 2019. Nou, toen was er nog niks aan de hand. Dat was puur ter oriëntatie. Dat ik dacht, ik ga eens praten en kijken wat er mogelijk is. Ook om te horen, zijn mijn gedachten die ik heb na 5 jaar ondernemen toentertijd, zijn die normaal? Klopt het dat ik onrust ervaar en dat ik graag wat anders wil? Ja. Wat waren de beweegredenen? Dat ik voelde van oké, volgens mij ben ik klaar. Ja. En klaar klinkt misschien ondankbaar en zo bedoel ik het niet. Maar het concept was rond. Ja, mijn rol zat erop. Ja. Zeg maar dat gevoel had ik heel sterk. Mijn rol was klaar. En, dus dat hebben we uiteindelijk doorgezet. Hè? Ja. Ook met jullie hulp toen hebben we nog filmpje mooi gemaakt. Maar er kwam geen makkelijke tijd aan om het in de markt te zetten natuurlijk. Niet. Nee, en ik had in die tijd heel erg het gevoel, het stormt op zee, maar ik ga niet terug aan wal. Okay. Ik denk, als je nou toch eenmaal een koers hebt ingezet, dus over vasthouden en niet weten gesproken, dan ga je ook gewoon door. En dan zie je maar wat er onderweg ontstaat of wat je tegenkomt. En die consequentie neem je dan voor lief. Dus je bent blijven ondernemen in het restaurant met de momenten dat je open mocht en de momenten dat je dicht ging, die heb je allemaal meegemaakt. Die heb ik allemaal meegemaakt. En het was de mooiste leerschool in al die 8 jaar. Oprecht? Ja. En dat klinkt heel gek, maar ik ben er wel achter gekomen dat die crisisjaren waren geen leuke jaren. Nee, economisch, financieel zeker niet, voor ons allemaal niet. Dan moeten we niet roze maken, mooier maken. Maar op gebied van ondernemen heeft me dat wel de meeste lessen gebracht. Okay. En daarmee bedoel ik, ik ben strakker gaan kijken naar mijn bedrijfsvoering. Ik heb me echt afgevraagd, wat is nodig en wat maakt je concept waardevol? Ja.
wat is ballast en kost eigenlijk alleen maar tijd en geld. Waardoor je dus uiteindelijk minder onderaan de streep overhoudt. Je had op een gegeven moment ook de tijd om kritischer op dingen te gaan focussen. Hè? Want dat was maandenlang mocht er niks. Nee, dus, precies. Precies. Exact dat. Ja. Dus dat heeft mij heel veel gebracht in die tijd. Daardoor ben ik ondanks de crisis ook gewoon meer geld gaan verdienen. Oké. Okay. Ja. Ja. Maar dan kun je toch niet zeggen van ja, corona was een zegen voor mij. Dat denk ik is weer wat te scherp gesteld. Nee, dat zou wat te roos zijn. Nee, dat zou ik niet willen zeggen. Nee. Okay. Nee. Dus je bent in die coronatijd open, dicht. Ja. Restaurant op een gegeven moment in de verkoop. Ja. En op een gegeven moment, ja goed, het zijn geen makkelijke tijden om het te verkopen. En op een gegeven moment heb je toch gezegd, nou, nu is het punt bereikt. Ja. Nu stop ik ermee, ja. En dat is afgelopen mei. 1 mei was de 30 april, was de laatste dag. Vrij recent nog. En ik dacht vooral in die 2 jaar corona dat ik dan de zaak niet verkoop. Oké. Maar in dat jaar daarna moet er wel goed beweging ontstaan. Okay. En dat is er ook geweest. Wij zijn tot 2 keer toe heel ver in onderhandeling geraakt. Ja. 1 keer zo ver dat we eigenlijk alleen nog 1 week bedenktijd hadden. En toen trok de dame in kwestie zich terug. Dus met andere woorden, ik heb die finishlijn echt wel gezien. Ja. Maar gewoon nog niet gelukt. En op een gegeven moment had je dan echt zoiets, voor mij persoonlijk zit het erop. Ik kan dit niet vol positieve energie nog doorzetten. Wel vol positieve energie, maar het heeft meerdere redenen gehad. Ik ben natuurlijk in verwachting geraakt. Ja. Want ga je de zomer nog een keer in? Dat moet ik ook eerlijk zeggen, mijn team viel op dat moment redelijk uit elkaar. De meiden die daar waren, die gingen studeren in het buitenland. Dus met andere woorden, er was best veel effort weer nodig om een nieuw team klaar te zetten. Precies. Met mij in verwachting, net voor de zomer. Ja. Toen dacht ik, dat gaat niet lukken. Nee. Als je nu 3 jaar lang probeert te verkopen op de manier zoals je het altijd hebt gedaan, dan doe het nu maar op de manier zoals je het wellicht nooit hebt gedacht. Okay. Dus dan doe je zelf dicht. Dan trek je, haal je het hef in eigen handen, hou je het hef in eigen handen. Dus over controle gesproken. Ja. En ik kan ook inderdaad, je noemt de redenen ook, van dan met een zomer voor de boeg, compleet nieuw team. Jij bent er dan niet. Nee. Dan is het niet meer het bijzonder DNA. Ja, dat zag je goed bijzonder DNA en ik vond het heel belangrijk dat ik waardig kon afsluiten. Ja. Het zijn toch 8 hele intensieve, mooie jaren geweest. En voor mij was het belangrijk om daar een mooie strik aan omheen te kunnen knopen. Ja. Anders dan dat je dadelijk houtje touwtje overdraagt. Nee. En dat wilde ik niet. Dat vind ik voor mezelf niet, maar dat is het concept ook niet waard. Nee, dat was je kindje, was het dan niet waard om dat te doen. En het is voor je gevoel dus gelukt om mooi af te sluiten. Ja, met de juiste mensen om me heen. Ik heb met heel veel aandacht en met heel veel liefde van heel veel klanten ook afscheid kunnen nemen. En dat ook samen met hun kunnen doen, een hele maand lang. Okay. Dat was wel heel intensief. Ja. Maar emotioneel ook wel, kan me voorstellen. Zeker die laatste week. Ik had de laatste week enorm het gevoel alsof ik een begrafenis ging voorbereiden. Oh. Ja, dus ik stond op de zondag op die laatste dag en mijn vriend zei, hoe voel je je? Ik zeg, ik ben me mooi aan het maken. Want ik wilde dan toch wel leuk. Hè? Ja. Maar het voelt eigenlijk alsof ik dadelijk afscheid ga nemen van iemand, zeg maar. Ja. Ja, maar ik kan me best voorstellen. Je zaak voelt ook iemand. Ja. Hè? Dat is, het is ook een ziel en een emotie. Ja, het is toch gewoon een groot deel van je leven. Hè? Ja. 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 En nu? Heb je vanaf 1 mei, het is lekker weer geworden, dus het is... Vanaf 1 mei ben ik, het is niet helemaal stilgevallen. Ik heb nog heel veel caterklussen gedaan. Dat doe je nog onder het concept bijzonder dan, maar dan bijzonder catering om het maar even plat te zeggen. Precies. Ja, precies. Dus ik kom veel bij mensen thuis, feestjes aan partijen, mensen komen veel nog afhalen, dus voor grotere groepen halen. Ja. En zolang ik dat nog kan doen... Want er komt natuurlijk eigenlijk een baby aan. Ja. Maar zolang ik dat nog kan doen, blijft dat wel nog even bestaan. Ja. Zolang ik nog niet heb overgedragen, dus huurcontract nog niet heb overgedragen en ik nog toegang heb tot het pand, vind ik het ook gewoon nog leuk om te doen. Ja. Dat is toch een andere belasting dan dat je een volledig bedrijf runt met personeel. En, je kunt het inplannen, je koopt in, je pakt personeel. Ja, je kunt ook een keer nee zeggen. Dat is natuurlijk anders ook niet. Ja. Dus, is dat nu sowieso makkelijker dan 8 jaar geleden tegen iets nee zeggen misschien? Mm. Of kon je toen ook al zeggen van dat pakken, of blijft het moeilijk? Ja? Je bent toch iemand die als een uitdaging voorbij komt, dat doen we wel, pakken we wel bij. Nu mijn lijf geeft nu aan, het kan niet altijd. Ja. Maar, dat is misschien een zegen dan. Ja, ik geloof er heilig in dat het kindje ook is gekomen om mij op de rem te trappen. Okay. Anders gebeurt met een reden. Ja. Maar dat blijft lastig. Dat blijft wel lastig, ja. Ja. Maar ik wil bijna je vragen, misschien herken je dat wel als ondernemer. Ik bedoel, als je kansen voorbij... Ja.
in alles zie je een uitdaging. Dat is zo. Ja. En terwijl je, dan moet je echt al 1 of 2 keer tegen de lamp zijn gelopen van ja. Ja, precies. Dat gaan we toch niet doen, want nee. We hebben geleerd uit het verleden dat. Exact. Ja. Wat ik nu wel ervaar, zo in die bijna 7 weken nu rust ten opzichte van de periode daaraan voorafgaand. Ik heb een persoonlijkheid die nogal door kan gaan. Mm-hmm. En ik merk in die 7 weken rust hoe lang ik ook ben doorgegaan. Ja, ja. Ja. Dus de balans tussen wat geef je en wat ontvang je, was niet meer... Nee. En dat voel ik nu. Dat ik nu denk, oh ja, wacht even, nu creëer ik weer ruimte. Zowel lijfelijk als in mijn hoofd. Ja. En het was eerder toch wel op de automatische piloot. Ja. Ja. Als je terugkijkt, 8 jaar, tevreden. Ja. Zeer tevreden. Ik ben vooral trots op het feit dat er een redelijk zwart schaap, zeg maar, binnen de horeca in Maastricht zo succesvol heeft kunnen zijn. Voelde je zo? Het was wellicht ook zo. Het was een concept wat eigenlijk nog niet echt, wat niet bestond, zeker 8 jaar geleden. Ja. Ja. 8 jaar geleden heb ik heel vaak gehoord dat je dit durft. Niet in het centrum? Niet in het centrum, maar vooral ook omdat Maastricht natuurlijk een rijke Bourgondische cultuur. Je gaat toch voor 80% geen vlees aanbieden. Mm-hmm. Je maakt zelfs gerechten die echt wel anders zijn, bijzonder zijn, anders zijn dan gemiddeld. Ja. Dus 8 jaar geleden hoorde ik heel vaak dat je dat durft in Maastricht. Dat doen we in Amsterdam, in Utrecht, zeg maar niet in Maastricht. Nee. Dus ja, dat wel zo succesvol is gebleken, daar ben ik heel trots op. Ja, ik kan me voorstellen. Ik vind het ook daardoor des te jammer dat het niet wordt voortgezet. Nee, precies. Nee, want dat was inderdaad de oorspronkelijke gedachte. Ik vind doel, iemand vinden die mijn gedachten goed voor het grootste gedeelte doorzet op dezelfde manier. Ja, dat is jammer en uiteindelijk dat heb ik ook wel losgelaten. En ook wel ingezien, zeker door die laatste maand zo intensief afscheid nemen, dat het misschien helemaal niet mogelijk was. Want mijn DNA zit wel echt in dat concept en dat heb ik eerder niet willen zien. Nee. Maar dat is wel echt zo. En als jij weggaat, neem je toch een stuk mee? Ik neem het stok een stuk mee, precies. Ja. En mijn kennis was specifiek. Hè. Ik heb die achtergrond in orthomoleculaire voedingsleer. Dat heeft niet iedere horeca-ondernemer. Nee. Dus, qua tijdsbesef, is die 8 jaar voorbij gevlogen, traag gegaan? Of heb je zoiets, nee, ik heb ze gewoon beleefd op een normaal tempo? Of denk je van, als ik nu erbij stilsta, net zoals ik erbij stilstond om deze interviews voor te bereiden, en dan 5, 6 jaar terugkijk, dat ik denk van, wow, heftig. Nou ja, toen jij een mailtje stuurde, we kijken nog eens terug naar, toen dacht ik wel, jeetje, hebben we dat gesprek 5, 6 jaar geleden gevoerd? Ja. Dus in dat opzicht zeg ik, het is voorbij gevlogen. Ja. Is dat ook wel gewoon de conclusie. Het is toch echt wel voorbij gevlogen. Ja. Toen we het interview 5,5 jaar geleden deden, was je 29. Oh, dankjewel dat je dat nog een keer benoemt. Ik was ook een stuk jonger, dus dat bij deze. Toen heette de reeks jonge, Savio ontmoet jonge ondernemers. Nu middel. Hoe voel je nog een jonge ondernemer? Of zeg je... Nee, ik voel me geen, niet per se... Niet meer een beginnende ondernemer? Nee, ik voel me geen beginnende ondernemer, nee, meer. Nee. En dat merk ik ook wel in de verkoopgesprekken die nu gaande zijn, spreek ik mensen die in diezelfde leeftijdscategorie zitten. Ja. En als ik dan hoor waar ze tegenaan lopen, dan herken ik dezelfde uitdagingen van 8 jaar terug. Ja. En dan voel ik me wel een rijker mens, dat klopt. Ja, en dan zit er misschien wel meer rust in het ondernemen. Dat je toch wat meer vertrouwen hebt en meer risico's durft aan te gaan. Ervaring uit het verleden, zelfzekerder precies, daardoor. Exact, ja. En misschien ook wel wat, dat je wat liefdevoller, hoe moet ik het zeggen? Ik sta mezelf wat meer toe nu. Ja, waar ik 8 jaar geleden een stuk strenger was. Je moest alles aan de kant zetten en je hebt daarvoor gekozen. En dat was best een harde... En op dinsdag om 9:30 moest je op de zaak zijn voor de voorbereiding. Ja, precies. En feestjes ging je niet naartoe, want dan had ik geen... Nou ja, dat. Nee. En dat is... Liever voor jezelf zijn. Liever voor mezelf zijn, ja. We gaan ook eens kijken naar wat uitspraken van jou van 5. Nou ja, je hebt ze zelf gedaan en ze zijn niet geëdit. Nee. Wel heel benieuwd. Eens even kijken. Het vinden van goed personeel. Ik las toevallig een artikel vorige week in de krant, waarin werd aangegeven dat wij in Zuid-Limburg vooral te maken hebben met een groot gat in de arbeidsmarkt. Er zijn heel veel mensen die, heel veel restaurants of hotelleries, die moeilijk vinden om in goed personeel te komen. En ik denk dat dat de komende jaren alleen nog maar moeilijker wordt. Nou. Simpelweg omdat ik denk dat de mentaliteit op dit moment van de jeugd,
veranderd is ten opzichte van een aantal jaar geleden. En ik begrijp dat heel goed. Er zijn heel veel mogelijkheden om leuk werk te doen op tijden die toch net iets meer schikken ten opzichte van de vrije tijd. Niet altijd leuk is om in het weekend te werken of tot laat. Ja, grappig. Nou, dan was je denk ik op zich een visionair, is misschien een groot woord, maar ik denk dat je de spijker op de kop slaat. Hè? Ja. Ik denk, heb jij ook met die, je had op een gegeven moment een vast team, maar heb je dat ook wel gemerkt, de uitdaging met het personeel? Mm-hmm. Ja, anders noemde je het hier al niet 5,5 jaar geleden. Ja, ik heb het wel gemerkt. Alleen, dat is ook wat ik bedoel met wijzer in het ondernemen. Ja. Ik ben op een gegeven moment ook gaan accepteren dat dit ook een beetje bij de branche en de tijd hoort. Ja. Dus niet aan ergeren, maar nadenken, nee. Hoe kan ik nou het ja, goed, dan is deze meet er voor het komende half jaar. Laten we kijken hoe snel we er in ieder geval binnen de bijzonder visie op de rit hebben. Zodat ik er wel nog profijt van kan hebben. Ja. Ja, dus nee, dat herken ik zeker. En wat ik toen zei, dat het te maken had met de mentaliteit. Het is natuurlijk niet alleen de mentaliteit. Want er is, als ik nu terugkijk, denk ik, het is ooit voorspeld. Hè? Er is een enorme uitstroom geweest die we niet hebben kunnen invullen. En dat geldt niet alleen in de horeca, dat geldt voor menig andere branches. Maar ik heb mijn gedachten vooral om beter te draaien. Ja. Dus je kunt het niet alleen gooien op de mentaliteit van de jeugd in die zin. Nee, dat is te makkelijk, vind je eigenlijk. Dat is te makkelijk, ja. Dat denk ik wel. Okay. Ik denk dat je het nog beter, je kunt accepteren dat die mentaliteit er is. En ervoor zorgen dat je die mentaliteit op een vruchtbare manier inzet. Ja. Anders, en er dus gebruik van maakt, anders dan dat je er tegen gaat verzetten, want dan kun je dan niet meer werken. Nee. Het is er. Het zou je niet tegenhouden om, los van of je het zelf weet, maar dit wilt, maar dit zou je niet tegenhouden om in de toekomst weer nog een horecazaak te beginnen. Nee. Dat je denkt, nee. Nee, maar als ik terugkijk, denk ik, tuurlijk, er zijn genoeg wisselingen geweest. Maar ik heb ze niet als vervelend ervaren. Nee. Omdat, als ik dan terugkijk naar de instroom, ik heb nooit heel veel moeite moeten doen om personeel te vinden. Oké. Snap je dus? En dat heeft meer te maken, daar geloof ik heilig in. Als je concept klopt, dan vind je de mensen die daarbij passen. Die zuig je als het ware vanzelf aan. Ja. Het grappige is, omdat dat zijn niet mijn woorden, maar het zijn de woorden voor de mensen die bij mij gewerkt hebben. Ze hebben mijn laatste team heeft een herinneringsboek voor mij gemaakt. Daarin hebben ze 45 medewerkers die de afgelopen 8 jaar bij Bijzonder hebben gewerkt, gevraagd om een aantal vragen te beantwoorden. En dat hebben ze mooi verwerkt in een herinneringsboek met foto's. En daarin lees je een rode draad terug. En daarin staat dat ik het op de een of andere manier altijd voor elkaar heb gekregen om de juiste mensen te vinden die een soort familiegevoel creëren. Okay. En die vragen zijn los van elkaar beantwoord. Ja, ja, ja. Snap je? Dus dat trek je toch op een of andere manier. Ja, ik geloof er eigenlijk in omdat het concept klopt. Omdat het concept klopt. Je positie ten opzichte van het team en daar beslissingen over maken. Daar gaat, mooi bruggetje heb je zelf gemaakt. Daar gaat de tweede vraag over. Wat vind je het moeilijkste aan op een jonge leeftijd te ondernemen? Ja. Nou ja, dat stuit ik elke dag nog wel tegenop. Ja? Dat ik vind het wel, ik struggle elke keer weer opnieuw met hoe neem ik nou mijn positie in ten opzichte van mijn team. Dus uiteindelijk ben je eindverantwoordelijk. Heb ik een bepaalde idee over hoe ik het graag wil zien. Hoe balanceer ik tussen ik blijf aardig en ik wil het graag zo zien. Ja. En ik denk heel vaak, als ik nog 10 jaar ouder was geweest, had ik waarschijnlijk wat meer body gehad om dat uiteindelijk door te voeren. Want dan ben je simpelweg bijna 40. Heb je de maturiteit uit nature. Ja, dat is een invulling. Ik weet niet of dat zo zal zijn, maar dat is een verwachting die ik heb. Dat is een verwachting dat over 10 jaar, we zijn niet 10 jaar verder, dat gelukkig nog niet. Zo snel gaat het tijd ook wel niet, maar net iets over de helft. Is het zo dat je inderdaad makkelijker ten opzichte van je team, sterker dan je schoenen staat? Ja, en dat heeft niet met jaren te maken, maar meer met wijsheid denk ik en met rust. Ja. Ik heb ook wel heel erg geleerd dat de verbindende weg, dus je hoeft niet continu op je strepen te staan, maar als je in verbinding blijft, liefdevol, dat je dingen dan ook voor elkaar krijgt. Ja, ja. Ja. Dat is mijn ervaring. En daarmee blijf ik dus het dichtst bij mezelf. Ja, precies. Dat is het zodat vooral. Je zelf ook prettig en geen rol moet gaan aannemen om maar ten opzichte van je team sterk te blijven staan. En als ik ook terugkijk, denk ik, in die afgelopen 5 jaar ten opzichte van het vorige interview, ik heb in die jaren best veel andere ondernemers opgezocht. Ja.
En daar heb ik eigenlijk misschien op dat vlak wel het meeste van geleerd. Ja. Omdat zij ook vaker zeiden van ja goed, de ondernemer in de organisatie, ja, die heeft inderdaad die hoge verwachtingen. Je hebt een bepaald ideaalbeeld waar je naartoe wil streven. Maar als wij dat in ons hoofd hebben voor 100% en je vindt medewerkers die daar voor 80% aan voldoen, dan ervaren jouw gasten of jouw klanten dit nog steeds zeer goed. Ja, ja precies. Dus ik heb ook geleerd door de jaren heen om wat meer los te laten. Loslaten, ja. Mooi. Wat gaan we nu doen? Uiteraard eerst focus op het... Eerst het gezin. Eerst het gezin. Maar al ideeën of zeg je, dat zien we later. Nee, dat kan me niet voorstellen dat jij geen ideeën hebt. Nou, Xavier. Oh, nou, ja, is het echt het lege blad? Het is een beetje leeg, ja. En dat is niet erg. Nee, dat zeggen we. Dat is moet precies, niet zeggen. Nee, dat moet ik tegen mezelf zeggen. Ja, dat niet erg is. Okay. Dat hoef je niet te doen. Dat moet ik tegen mezelf zeggen. Nee, wat we als gezin zeg maar besloten hebben, is dat we een jaartje op de pauzeknop drukken. Mijn partner is ook ondernemer. Die onderneemt al bijna 15 jaar. Ja. Hard gewerkt. Ja. Ik de helft daarvan. Ja. Ook hard gewerkt. Misschien voor 15 jaar gewerkt in 7 jaar. Exact. En we hebben ons eigenlijk getrakteerd volgend jaar, als het allemaal lukt, ook met het afronden van de verkoop, om een jaartje op de pauzeknop te drukken. En vanuit de gedachte, we kunnen wel wachten tot ons pensioen, hè, om dan een keer te gaan reizen. Of we doen het nu en we zien wat voor nieuwe ideeën daar ontstaan. Want ik verwacht dat die dan helemaal zeker gaan ontstaan. Ja. Om dan weer met iets nieuws te komen. Mooi. Dus, mooi dat je die rust en tijd gunt op deze leeftijd. Ja, exact. Ja. Ja. En vanuit daar weer verder. De herbronnen voor part nummer 2. Ja, precies. Dat het geen horecajob meer gaat zijn, dat is één ding dat wel zeker is. Ja, daar zijn we klaar mee. Daar zijn we wel klaar mee, ja. Meer omdat het in die jonge jaren die je hebt, voel je de energie en is er geen gezin waar je, waar ik in ieder geval geen... verantwoordelijkheid. Ja, precies. En daar toch meer tijd aan wil besteden. Ja. Ik zoek vooral naar een invulling waarin dat beide wat meer aan balans is. Okay. Maar waarin ik wel het verschil kan maken op het gebied van gezondheid. Dus we gaan je in een andere sector terug. Je gaat me in een andere sector terugzien. Ja, geniet vooral eerst heel veel van de komende periode. Ga ik zeker doen. Dankjewel.